Voorzitter, daar liggen ze. De duizenden reacties die de Partij voor de Vrijheid in een paar dagen tijd heeft binnengekregen op ons meldpunt geen kilometerheffing @pvv.nl. De staatssecretaris hoor ik fluis, ik zie niks. Daar liggen ze. Mails van ongeruste burgers die het over één ding eens zijn. Never nooit kilometerheffing. Bij deze willen wij al die mails aan de minister aanbieden. Wellicht dat deze hem er alsnog toe bewegen om af te zien van het ridicule plan om rekeningrijden in te voeren. De hamvraag van vanavond is natuurlijk, hoe gaat die luiden? Wat wordt de nieuwe bijnaam van minister Kamil Eurlings? Eurolinks, Kamilometer of toch Treurlings? Op 5 november van dit jaar, toen het wetsvoorstel kilometerheffing nog niet op tafel lag, heb ik de minister al gevraagd of hij stiekem op zijn lange reizen tussen Limburg en Den Haag naar de muziek van Mieke Telkamp luistert. Waarheen leidt de weg? De ingeslagen weg van de minister lijkt nu duidelijk. Hij wil de automobilist laten betalen voor in de file staan. De automobilist, sinds jaar en dag al uitgeknepen door de overheid, is bij deze minister de klos. En hoe? Het is volop kassa bij deze regering. De overheidskas moet subiet gespekt en wel door de automobilist. CO2-tarieven, spitstarieven, provincies die inwoners straks gaan heffen. En dan te bedenken dat de automobilist al per kilometer betaalt en wel door middel van benzine. Die benzineprijs betaalt voor 70% uit accijnzen en btw. De kilometerheffing is in het leven geroepen om files te bestrijden. De filedruk moet in 2020 terug naar het niveau uit 1992, aldus het kabinet. Maar dit systeem zal de files met nog geen millimeter korter maken. Het aantal motorvoertuigen is in vergelijking met 1992 bijna verdubbeld. Van 6 miljoen in 1992 naar 10,2 miljoen nu. De capaciteit van het Nederlandse wegennet is echter nog uit de tijd van het Polygoonjournaal. En een alternatief voor de auto is er niet. De minister wil ons massaal uit de auto, maar in het openbaar vervoer is geen plaats. Je wenst het je ergste vijand niet toe om in de spits de trein te nemen. Na een hele dag werken mag je daar lekker gaan staan. Zelfs de invoering van het ridicule rekeningrijden doorgaat, dan is het openbaar vervoer amper een interessant alternatief. Het openbaar vervoer is duur, kent weinig comfort en een blaadje op het spoor bij een gure herfstdag zorgt al voor de grootste vertragingen. Probeer 's nachts of in een plattelandgebied eens een bus te pakken. Nee, dan liever de auto. Dat zegt ook Rijkswaterstaat. 85% van de verkeersbewegingen van meer dan 10 kilometer vindt plaats per auto. We hebben het openbaar vervoer ook nog te maken met het systeem van de OV-chipkaart. Volgens de staatssecretaris een systeem met kinderziektes, maar volgens de PVV een puber vol met zwerende jeugdpuisjes. Meneer Van Ham. Ja, voorzitter. Ik vind het echt fantastisch op zichzelf dat de heer De Mos van de PVV opeens zo'n warm hart toont voor het openbaar vervoer. Dat vind ik heel goed. Want hij zegt terecht, hè, als mensen niet in de auto willen zitten, willen ze in een goed openbaar vervoer zitten. Wat gaat de PVV wat betreft investeringen nou extra doen om het openbaar vervoer te versterken? De heer De Mos. Heel simpel, voorzitter. 85% van de vervoersbewegingen van meer dan 10 kilometer gaat met de auto. Dus daar gaan wij onze focus leggen. Meneer Van Hoog. Ja, voorzitter. De meeste reizigers van het openbaar vervoer, althans in de Randstad, is het 50-50 verdeeld. Hè? Daar zit 50% in de auto, de andere 50% zit in het openbaar vervoer. Dus over het hele land heeft u gelijk. Maar in de Randstad, waar echt die drukke treinen zitten, dat is 50-50-50. Wat gaat u voor die mensen die in de Randstad wonen, die in de auto in de file staan, maar ook soms in de spits in de trein moeten staan? Wat gaat u voor die treinreiziger doen? De heer De Mos. Ja, dit kabinet, voorzitter, wil een ongebreidelde groei van 5%. Wij zeggen, gaan eerst inzetten op de kwaliteit en dan op de kwantiteit. Dus de kwaliteit in de Randstad zal dan kunnen verbeteren. Meneer Van Hoog, ja, voorzitter, tenslotte, dat is een beetje een vaag antwoord. Ik bedoel, u zegt terecht, openbaar vervoer is belangrijk. Het is ongeveer de eerste keer dat ik daar de PVV over hoor. Nou, ik tel mijn zegeningen, voorzitter. Maar wat gaat u nu concreet financieel doen, extra voor het openbaar vervoer, vooral ook in de Randstad? Nou, ik geloof dat ik daar duidelijk in geweest als voorzitter. De ongebreidelde groei van het openbaar vervoer aan banden. En eerst kwaliteit. Dus de kwaliteit in het openbaar vervoer in de Randstad aanpakken. Niks dus. Meneer De Mos. Meneer De Rauwe. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb tot nu toe erg moeten lachen om al uw grappen en gollen bij deze inbreng. Maar het is misschien ook goed om even bij de inhoud stil te staan. Vierde voorzitter, meneer De Rauwe.
geheel terecht. Voor... Niet voor het eerst, hè? Nee, helemaal gelijk. Mevrouw de voorzitter, ik heb de heer De Mos veel grappen naar gollen horen deze inbreng. Maar nu toch even de inhoud. Ik heb mevrouw de voorzitter, de heer De Mos vanochtend ook gezien in Goedemorgen Nederland. Zijn plannen heb ik zien gepresenteerd krijgen. Mijn vraag was eigenlijk, hoeveel procent files gaat u met uw plannen nou terugbrengen? Voorzitter, zonder direct in te gaan op aantal procentjes. Wij gaan gewoon wegen aanleggen. En als er wegen aangelegd zijn, dan gaan we met z'n allen gaan doorkarren. Meneer De Rauwe. Ik blijf toch een beetje lachen, voorzitter. Maar zou de heer De Mos, mevrouw de voorzitter, ook kunnen aangeven... hoeveel files er nou minder komen met uw plannen? Kunt u nou eens dat concreter duiden? Want tot nu toe zijn het toch allemaal wel hele makkelijke uitspraken van uw kant. Meneer De Mos. Voorzitter, ik zou bijna zeggen, gaat meneer Aspar vragen? Maar goed, dat is een beetje een flauwe opmerking natuurlijk na het debat van hele avond. Wij gaan op wegen inzetten, verbreden van bestaande wegen en aanleggen van nieuwe wegen. Dat is onze oplossing. Wegen, wegen en nog eens wegen. Laatste maal, meneer De Rauwe. Dank u wel, voorzitter. Ik zal ook de laatste maal de vraag stellen die ik de hele tijd heb gesteld. Hoeveel procent van de wegen en hoeveel procent van de files gaat u nu echt aanpakken? Kom nou eens een keer met duidelijke cijfers, met een duidelijke onderbouwing. Want het is mooi dat u de supersnelwegen van het CDA ook ziet zitten. Maar ook ik herken dat dat niet voldoende is. Wat gaat u nu concreet doen? Meneer De Mos. Mevrouw de voorzitter, aan de heer De Mos. Voorzitter, het is toch wel grappig dat het CDA nu ineens heel stoer gaat doen met procentjes. Ze zijn geloof ik hier jaren aan de macht geweest en het hele land staat files. Dus ga dan niet flink zitten doen hier met procenten. Dank u, voorzitter. Vraag aan de staatssecretaris. Wanneer kunnen we spreken van een OV-chipkaart die de veiligheid verbetert, die zwartrijden tegengaat, die niet duurder is, die geen bedragen afboekt bij passanten en die gebruiksvriendelijk is? Voorzitter, kent u die uitdrukking? Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Waarschuwingen te over. Waarschuwingen om maar vooral niet te beginnen met kilometerheffing. Vanuit Duitsland, waar ze al nare ervaringen hebben met kilometerheffing. Toen verkeersminister Peter Ramsauer daar 2 weken geleden het idee van een kilometerheffing op de autobaan lanceerde, werd hij direct op de vingers getikt door kanselier Angela Merkel. Ze weten het dus wel, bij de christendemocratische hoek. De Raad van State waarschuwde over de betrouwbaarheid en de satelliettechniek van het kastje. Volgens het kabinet is het systeem echter onfeilbaar. Dat doet maar denken aan 1912, toen de onfeilbare Titanic uitvoer. We weten met z'n allen waar die terecht is gekomen. De directeur van Siemens, het bedrijf dat kandidaat is voor het leveren van de apparatuur, die waarschuwt dat het kastje niet voldoende is, uitgetest, dat er geen draagvlak is en dat het enorm kostbaar is. Dat laatste is zeker een feit. Totale invoeringskosten 5,7 miljard. Voorzitter, als kleine jongen zat ik voor de buis toen 20 jaar geleden de Berlijnse muur door enthousiaste Oost-Duitsers aan stukken werd gehakt. Eindelijk waren zij verlost van een overheid die zich schuldig maakte aan een ziekelijke controle van haar...